weerstand is zo groot omdat er geen kolommen onder kunnen, want die kolommen komen dan rechtstreeks op de randweg. En dan kan de randweg gehinderd worden en dat is niet de bedoeling, dus het is een groot en zwaar spand geworden. We hebben daarvoor een 450 tons kraan en een 250 tons kraan die hem gaan oppakken zometeen. En ja, ze zullen hem straks op zijn plek gaan hijsen. Omdat we met twee kranen dit spand omhoog gaan hijsen, moet het allemaal wel rustig en beheerst geplaatst worden. Dat is niet moeilijk, maar wel even opletten. Dit is best wel een bijzondere hijsoperatie. Ja. Op het vliegveld mogen we niet hoger zijn dan 45 meter met de giek van de kraan in verband met de verkeersleiding van de vliegtuigen. En hoe hoog zijn de kranen vandaag? En vandaag zitten we op 35 meter hoog, dus het is oké. Okay. Ja, ging super. Lekker rustig. Dus de staalconstructie past ook goed. Dus helemaal top. Het is wel een redelijk bijzondere operatie. Het is ook een mooie mijlpaal. We sluiten inderdaad de uitbreiding van het IF-gebied aan op de EP vandaag. Dus ja, dat is weer een mooie mijlpaal, zo net voor het bouwvak.